Moet ik echt beginnen? Yo guys, Jelle Bokeman hier met vandaag een nieuwe video. Het is zondag 4 uur en we zijn op de BMX track in Venlo. Hoi. Hoi. Maar we gaan even wat laps getten met de GoPro duct tape. Let's go. Oké, mijn boys, we hebben dus de nieuwe pro gesprongen en we zijn op een open dag, dus hier is ook allemaal eten en hier zijn allemaal nieuwe kindjes, allemaal superleuk. Maar ja, wat gaan we doen? Let's klets! Let's klets, yeah, let's go! Hey Jelle, is dat niet jouw fietsje? Ja. Je steekt. Brian, ja. We hebben nu leuke clips met de kinderen hier. Ja. We hebben nu leuke clips waar ik bijna dood ga op de pro-sectie. Ja. Maar deze fiets staat hier ook nog. En dan moeten we ook nog clips mee getten. Beetje achter. Achter. Riders ready, watch the game. De pro-secties op het tweede stuk, dus de eerste pro-sectielijn, die heb ik al helemaal gehaald. Maar de tweede pro-sectielijn op het derde stuk, dan moet ik de laatste nog doen. Dus ik denk dat we dat maar moeten gaan doen. Zo Jelle, die derde gaat lukken. Hopen. Jawel man. You look, third straight pro is like dirt jumping. You just go absolutely high and it's not fun. That's my theory. Nice Marijn! Ja. Wow! Nice! Gewoon die eerste pro-sectie! Oh, ik was bang jongen! Nice! Hop! Wow! Yo! Hop! Wow! Yo! Oké jongens, de wind is vet onvoorspelbaar. Ik kom steeds van links en rechts, maar Elias gaat springen. Yo! Yo! Tweede, ja. Voor de eerste en tweede gaat nogal de wind. Maar die derde is echt best wel lang. En dan is de wind echt onvoorspelbaar. Ene keer heb je wind van links, dan van rechts.
Je moet echt wachten op de wind. Ja. En ik heb de baan kapot gemaakt. Yo. Sorry. En iedereen, wat vonden jullie van de open dag? Leuk! Ryan, dat moet wel wat meer pitten. Wat doe jij het dan? Samen. Ja, nee, jij wel. Ja, okay. Doe jij het even. Hé hey, jongens, wat vonden jullie van de open dag? Wij zijn klaar met fietsen. We gaan nu lekker naar huis. Like en abonneer. Tot de volgende keer.